Breda Nu. Je weet het meteen. Ik sta hier in de publieke werken in Breda en achter mij stroomt de zaal langzaam vol voor de presentatie van het boek De Speer van Rijsbergen. Een boek over wielrenner Johan van der Velde, geschreven door auteur John van Ierland. Beiden zijn hier vanavond aanwezig om het boek te presenteren. Van harte welkom bij de presentatie van De Speer van Rijsbergen. Waarom een boek over Johan van der Velde? Waarom? Ik wil graag een boek schrijven over wielrennen. Daar is mee begonnen. En geen biografie. Die heb ik al genoeg geschreven. Ook wel. En die komen er ook wel, maar het moest een roman zijn. Je moest kunnen kruipen in de huid van. Kruipen in de huid van Johan. En Johan heeft heel veel meegemaakt. Dus dat is het verhaal op zich al. Dus we hoeven niet zoveel bij te creëren om een roman te maken. Dus daarom het verhaal van Johan. En we kennen Johan al heel lang. Dat is heel makkelijk dan. De aanleiding is dus makkelijk. En dan de ondertitel van het boek, Het is wat het is. Waar duidt dat precies op? Dat is een uitspraak van Johan. Kijk, de dingetjes die komen zoals ze komen. Alles wat binnenkomt, of wel of niet toeval is, volgens hem bestaat dat ook niet. Ja, het is gewoon wat het is. Je kan soms niet aan de dingetjes iets veranderen. Dus dan moet je daarmee om leren gaan. En dat is eigenlijk ook zoals het in het boek staat. En soms kan je... Wat je meemaakt, het is wat het is, nou, daar kan je mee omgaan en daar maak je dan maar het beste van. En dat ga je dan verkondigen naar anderen die daar ook beter van worden. En dat is een beetje de moraal in het boek. Wat voor beeld krijgt de lezer als hij het boek leest? Oh, ik denk dat hij wel echt in de huid van mijzelf kruipt als wielrenner. Ik denk als mens. Hè. Ik denk wel lekker als mens goed uitkom. En elk mens heeft zo zijn hoogte- en zijn dieptepunten. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat was je hoogtepunt en wat was een absoluut dieptepunt in je carrière? Ja, ik denk een hoogtepunt natuurlijk als je op een gegeven moment in de Tour de France bij de beste drie op het podium staat in Parijs. Want dat is wel echt een hoogtepunt natuurlijk. En als je uiteindelijk in een dieptepunt zit als je... Ja, moet ik dat zeggen? Als je echt afglijdt en je raakt ergens aan verslaafd en dan zit je in die neerwaartse spiraal. Ik denk ja, dat er wel echt een dieptepunt is natuurlijk. Dat je daar liever niet mee wilt maken dan wel. Burgemeester De Pla mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De Speer van Rijsberg, was dat zijn bijnaam in die tijd al of is dat de titel van het boek geworden? Ja, dat was zijn bijnaam. Je had vroeger Kees Haast, was de Beer van Rijsbergen. En die reed in 1965 als eerste Nederlander een grote kol op in de Tour. Kwam als eerste boven, Col de Var. En Johan, zijn vader en zijn familie, zat aan de radio gekluisterd en daardoor is hij gaan fietsen. En later heeft Kees dan ook gezegd van, nou, je bent veel slanker en alles. Je gaat makkelijker naar boven, jij bent de Speer van Rijsbergen. En zo was het. Ja. En nou ligt hier het boek, een mooi eindresultaat. Zijn er nog ambities voor een film of iets? Of is dat te ver gedacht? Ja, ik had gezegd, nou, dit is het laatste boek en dan stop ik ermee. Ik sta niet zo graag in de belangstelling, want ik ben heel bescheiden. Maar nu wil ik het ook echt wel aan Nederland laten zien dat dit boek gelezen mag worden. Dus vooral omdat de schrijver er uiteindelijk super goed zijn best voor gedaan heeft om dit verhaal weg te schrijven. En die film, ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik eens goed over na gaan denken.